Het tweede map pack voor Call of Duty Black Ops 3 is ondertussen uit op de PlayStation. Daarin vind je 4 nieuwe maps en de uitbreiding op de zombie modus. Vandaag is er op deze prachtige dag een event georganiseerd waar we deze nieuwe dingen allemaal kunnen spelen en een tal van andere activiteiten zijn om te doen. Dit alles gaat gebeuren hier op het eiland van Maurik. Daarbinnen is de Eclipse DLC speelbaar. Er is ook een whipboat waarmee we keihard door het water kunnen scheuren. Daarnaast gaan we nog even proberen te boogschieten en is er een gezellige barbecue. Maar nu eerst is het tijd om te knallen in de multiplayer. De boot was echt heel erg vet en ging gigantisch hard, dus heel erg leuk om te doen. Maar we zijn hier natuurlijk voor de DLC. We hebben de 4 nieuwe maps kunnen spelen. Spire, Knockout, Rift en Verge. En ze waren allemaal eigenlijk aan meer van hetzelfde wat je van Black Ops 3 verwacht en wat je ook wil hebben. Daarnaast de zombie modus. We gaan naar een tropisch eilandje en slachten daar heel erg veel zombies af. En dat was ook heel erg vet om te doen. Nou, de DLC die is vanaf dit moment te krijgen voor de PlayStation. Komt waarschijnlijk over ongeveer een maandje ook naar de andere platformen. Wij hebben hier een geweldig mooie dag gehad. Met geweldig mooi weer ook. Het prachtige zonnetje erbij. En sluiten we nog even af met de barbecue.